Afgelopen nacht sloot om 12 uur de transfermarkt. Sportclub Cambuur heeft na de aankoop van de Pool Sebastiaans de Blackie zijn selectie rond. In totaal heeft Cambuur de afgelopen periode 12 nieuwe spelers aangekocht en vertrokken 15 spelers naar andere clubs. Voetballers die bleven waren onder andere aanvoerder Mohamed El Makrini en verdediger Lucas Bijker. Het vijfdaagse Trance Dance Psy Festival zit erop. En hoewel de 12.000 bezoekers dat erg jammer vinden, zijn omwonenden er niet rouwig om. In totaal kwamen er bij diverse gemeentes en de meldkamer 150 klachten binnen. Het grootste deel daarvan bestond uit klachten wegens geluidsoverlast. Toch kunnen festivalbezoekers de geluidsoverlast niet bevestigen. Nou, shit, I don't know. When you live there and you want to sleep and I don't know. Maybe somebody got a problem with this, but... De gemeente Leeuwarden gaat nu alle klachten verzamelen en wil kijken of er ook dubbele klachten tussen zitten. Zo zou het kunnen zijn dat mensen bij zowel de meldkamer als hun gemeente hebben geklaagd. En dat zou het aantal klachten drastisch doen dalen. Maar overlast of niet, voor de 24-jarige Peter uit Frankfurt was het een gaaf festival. What was the best thing at the festival? It was the best thing at the festival? Crazy location, beautiful location, I think. And can you tell me what was beautiful about the location? It was kind of a dreamland, you know, with a lot of water and yeah, you can't explain it, that's nature. Will you come back to Leeuwarden? If I come back or when I come back? Both. I don't know, maybe next year? To the festival? Yeah. You will come back, no matter what. For sure. Op het Wilhelminaplein voor het Fries Museum staat sinds kort iets opmerkelijks. Een stalen frame met een lengte van 12 meter laat de zin I Love Friesland zien. Dit kunstwerk is geïnspireerd op het I Love Amsterdam beeld achter het Rijksmuseum. De letters trekken niet alleen toeristen, ook de Friezen willen graag een selfie maken. Hoe lang de letters blijven staan is onbekend. Voor wie nog een selfie wil, is haast dus geboden.